Zalig zijn de armen van geest. Die uitspraak van Jezus laat me een ideaal zien. Over hoe ik wil leven, over hoe ik theoloog wil zijn. Grote theologen zijn kleine theologen. Goede theologie begint met luisteren. Naar de ander en naar God. Luisteren in je stad, in je wijk. Voor mij is dat Groningen, Leeuwenborg. Daar woon ik met mijn gezin. Hier werk ik met christenen uit allerlei kerken aan een pioniersplek. Een plek waar we verhalen delen. Waar we zoeken naar God. Daar ontstaat voor mij theologie. Theologie begint met luisteren naar God. Daarom zet ik me in voor spirituele vorming van studenten. Theologie gaat over mijn hart en over Gods hart. Over vreugde, woede, verdriet. Daarom zet ik me in voor een theologie die muren doorbreekt. In relaties, in onderwijs, in de kerk. Soms gaat dat er fel aan toe. Maar nooit zonder te beseffen dat ik niet de belangrijkste ben. Want grote theologen zijn kleine theologen. Mijn naam is Mark de Jager. Ik studeer aan de Protestantse Theologische Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. Door studenten aan HBO en universiteit met elkaar in gesprek te brengen. Door te bouwen aan een opleiding waar geloofsontwikkeling een plek heeft. Door studenten te helpen buiten de muren van hun kerk te kijken, wil ik staan voor een theologie die luistert, die arm van geest is.